Ja jongens, het is zover. We zijn naar het bos geweest. We zijn op een bospad, hebben we deze dingen zijn we tegengekomen. Je ziet het. En als je er tegenaan klopt, dan komen er van die pitten uit. We hebben ze al hierin gedaan, zeg maar. En dan gaan we eerst eens eventjes kijken of dat het gaat lukken. En dan moeten we hem eventjes opnieuw opstarten. Eventjes kijken dat hij gewoon op 0 komt te staan. Ik weet niet of jullie, ja, jullie kunnen wel zien. Ja, 0. Kijk, en dan gaan we het er even in doen. Dan gaan we eventjes kijken hoeveel we gehaald hebben. Ja, en dan hou ik nog een heleboel over, wat er dus niet in kan. Maar je ziet het, 3,44 gram denk ik dat het is. Dus ik denk alles bij elkaar misschien net 4 gram misschien. Ja, dat komt wel aan de 4 gram denk ik. Ja, kijk, 4,4 gram. Dus zeg maar, ja. Uit één zo'n ding haal je dus 4 gram. En hier zit nog wat in, dus hij klopt. Dus hij een beetje, ja, dat het een beetje mee zit, kun je uit één zo'n... Ja, dennenappel, ik weet niet wat het is, geen idee. Kun je 5 gram halen. Dus zeg maar, ja, één zakje mosterd wat je bij de frietwinkel krijgt. Dat zit gewoon eigenlijk hierin en dat in de pittenvorm. En dit zijn die dingetjes, zeg maar. En ik kan jullie eventjes eentje laten zien. Kijken of dat gaat. Zo ziet het er dus uit. En dan kun je hier dat dingetje eraf halen, als het goed is. En dan hou je eigenlijk zo'n klein minuscuul pitje over. Ja, en als je die in de grond doet, dan... ja, wacht, dat kan ik jullie even laten zien. Dan moet ik eventjes dit van de camera afdraaien. Eén moment. Het is een beetje een stuntelige vlog, maar dat maakt niet uit. Dan ga ik heel eventjes hierheen lopen. Eén moment. Kan ik jullie ook gelijk wat laten zien. Want ik heb namelijk die dingen ingezaaid. Dat is trouwens mijn batterijlader. Heel mooi. Kijk. Ik zal eventjes het licht aandoen. Klik. Kijk, je ziet al heel duidelijk. Ik heb hier al die pitjes ingedaan en je ziet het. Er komt al wat op. En dat zijn dus deze dingetjes. Ik weet niet waar ik nou moet wijzen. Oh, daar dus. Kijk, deze dingetjes, die komen al op na een aantal dagen al. En je ziet het daar rechtsboven in beeld. Daar loopt dus ook een soort van duizendpoot. Lopen er volgens mij nu al meer. Oh jongens. Leven in huis. Heel erg gaaf. Ze kunnen hier toch niet overheen. Dit is geïmpregneerd boven met een soort spul. Dus als ze naar boven gaan, dan komen ze tot daar en niet verder. Dus dat is eigenlijk wel mooi. Wat vonden jullie van de korte vlog? Ik ga hem hier weer mee beëindigen. En je ziet het, deze dingen die komen op. 3, 2, 1. En het tuinkers, ja, daar is niets meer van over. Helemaal verdoord.